take this road. Wegwerken. Vandaag weer in de buurt van de Meent en het Rode Zand, waar gewerkt wordt aan het stadskantoor. En dat heeft gevolgen voor het verkeer. Het nieuwe stadskantoor wordt om het oude heen gebouwd. Want dit blijft gewoon staan. In het nieuwe stadskantoor kun je straks een heleboel dingen vinden. Nou, je ziet het, staat er eigenlijk allemaal al. Stadswinkel, winkels, horeca, kantoren, appartementen, parkeergarage. Voordat het stadskantoor gebouwd kan worden, wordt de omgeving eerst bouwrijp gemaakt. Nou, bouwrijp maken betekent eigenlijk dat we alle oude kabels, leidingen, riolering en stadsverwarming verwijderen of vervangen, zodat de straat weer jaren mee kan. Tot half november kun je het Rode Zand alleen vanaf de Meent inrijden. Nou, op het Haagse Veer is er juist een extra mogelijkheid bijgekomen. Kijk, dit is precies wat hier gaat gebeuren op het Haagse Veer. Was het eerst één richting verkeer en nu kun je er vanaf twee kanten inrijden. Dit najaar wordt er nog flink gewerkt in de omgeving. Nou, het stadskantoor, dat is eind 2014 pas klaar. Wil je daar meer over weten of andere projecten in Rotterdam Centrum? Ga dan naar de website. En kijk volgende week weer naar Wegwerken. Dag! We're on a road to nowhere.